Heyo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag hebben we jullie een nieuwe episode van Crysis 3. En vandaag ga ik bekendmaken wat voor serie ik van Crysis 3 ga doen. Een campaign playthrough of een multiplayer playthrough. En ik heb gekozen voor multiplayer, want wel Just George, die kennen jullie vast wel. Die doet op dit moment ook een campaign playthrough. En wel volgens mij nog niet echt een grote Nederlandse YouTuber, een multiplayer serie. Dus het lijkt me hartstikke leuk om een multiplayer serie van Crysis 3 te doen. Ik heb er ook denk ik wat meer lol in dan de campaign. Misschien ga ik wel de campaign doen van Call of Duty Ghost. Dat is het nieuwe Call of Duty die van 20 uitkomt. Maar dat moet ik nog even bekijken allemaal. Het lijkt me best wel grappig. Maar in ieder geval, we gaan dus even twee potjes spelen vandaag. Iedere episode bevat denk ik twee potjes. Ik moet even kijken hoe lang dat duurt. Maar we zullen wel zien. Maar goed, even kijken. Ik heb even wat classes aangemaakt. En dit zijn mijn classes. Class 1 is de Arrow met de Predator boog en de M12 Nova. En mijn perks en zeg maar Scout, Heavy Weapon Pro en Weapon Pro. En dan heb ik hier, bij Snackbar heb ik Phantom, Heavy Pro en Weapon Pro. En gewoon weer de 12 Nova en, of Nova. En gewoon de Scarab Mod 2 of zo. Nou, die heb ik dus Snackbar. Ik weet niet waarom. Ik had gewoon geen leuke naampjes op dat moment in mijn hoofd. Maar goed, hier hebben we natuurlijk Snipe. Maar je ziet de perks en de wapens allemaal wel. Ik hoef het niet allemaal uit te leggen. Dan hebben we hier Joome met de shotgun natuurlijk. En hier hebben we In Your Face met een hele grote light machine gun. De OGR. En dit is echt een waardeloos ding. Het is echt gewoon het wapen met de meeste recoil van zowel Black Ops 1, Modern Warfare, Black Ops 2, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, al die games. Ik heb nog nooit een wapen met zoveel recoil gezien. Echt, serieus. Het is onmogelijk om iemand te raken, vind ik dan. Misschien kunnen we wel stabiliseren met attachment of zo. Maar goed, vandaag gaan wij, denk ik, spelen met Snackbar. Ik moet even kijken. Ik had eigenlijk in de vorige episode, dat was mijn Crysis 3 First Look, had ik eigenlijk alle beginnersclasses willen behandelen. Alleen deze was ik vergeten. Geen idee waarom. Maar we gaan dus vandaag met Snackbar spelen. Even kijken. Goed, join match. Even kijken. Moet ik wel even kijken wat voor match we gaan joinen. Even kijken. Hier zit niemand in. Niemand. Ik wil even een ding zoeken waar iemand in zit natuurlijk. Even kijken. Zo, crash sites. Is wel leuk. Dan doen we join. Oké, join even. Crash sites. Eens even kijken. Player profile. Wat heb ik hier dan? Oh, nou ja, whatever. Even kijken, een crash site. Status, side control, radius, players in control, bla bla bla. Oh ja, hier staat by the way bij Team Deathmatch ook je killstreaks. Daar waar nu crash site en al die dingetjes staan en zo. Boven mijn Don't Movies rank ding. Nou, in dat vak, daar staat normaal die rotzooi. Goed, wat is dit nou weer voor ding? Custom layout. Ben ik een kerel of zo? Wel, select. Ik ben een dude. Oké, wat lijkt nu meer op Call of Duty. Even kijken, als ze Call of Duty Black Ops 2 net zo hadden gemaakt, vond ik het echt een stuk leuk. Ik vind Black Ops 2 gewoon een beetje lijken op, op wat is het eigenlijk? Ik weet er niet wat het lijkt. Op een gehandicapt klootspel. Oh god, ik zie iemand, cloning device. Ik ben een kerel, ik kan geen cloning device, leuk. Geweldig. Is dat ook een kerel? Ja, iedereen is kerels hier. Huh, klim erop, oké. Oké, waar moet ik heen? Where do we need to go? Verdomme. Ja, goedemiddag. Moet je kijken ook. Met een raket ook nog wel, hè. Wauw. Genoeptoept. Of genoeptoept. Of weet ik veel. Ik noem het genoeptoept. Vind ik grappig klinken, ja. Vind ik grappig klinken. En iemand die zei ook, of nou ja, twee mensen die zeiden ook, onder mijn first look van Crysis 3, dat ik veel praat met, zoals andere YouTubers. Alleen, dan vroeg ik, wat doe ik fout dan? Ja, dan gaven ze geen antwoord. Dus geef dan ook gewoon weer antwoord terug, jongens. Wat is dat nou weer dan? Maar ik praat volgens mij helemaal niet als andere YouTubers. Ik heb gewoon mijn eigen stijl. En dat heet doet en dat. Zo praat ik altijd al, dus ja. Oh, wat hebben we knald hier? Wat hebben we knald? Ik heb een kill! Ho! Ho, I am the man, bitch. Even kijken. Maar god, hier zijn heel veel mensen. Ik moet even. Faal 1, mijn aim is falend. Waar is die emu? Ja, oké, ik heb een kill. Halleluja. Hoe wat was crouchen ook alweer eigenlijk? Was dat niet R of zo? Wat was crouchen? Wat was crouchen? Was dat niet? Wauw. Oh ja, C was.
Oh ja, nee. Ja, sorry. Ik heb er verder ook geen woorden voor. Goed, oké. Hier, Bigums. Wat denk je nou dat ik jou hier niet zie? In uw face, meneer. Even kijken. Ja, ik heb even wat potjes online gespeeld. Eén potje of zo. Of waren er nou twee? Nou, ik heb in ieder geval wat gespeeld online. Zodat ik er een beetje in kon komen en alles. Dus ja. Maar ik denk dat dit wel mijn favoriete wapen is. Dus ja, snackbar. Geweldige klas gewoon. Ha, cap. Wait for a dropship to get in a position. Oh, dit zijn zulke... Kutzooi. Zulke andere wapens dan van kot. Echt niet normaal ook. Ik heb een kill. Oh, verdomme. Komt hij aan hoor. Ik heb een Chinees. Het is een Turk of een Chinees of weet ik veel wat. Van wat is die vlag, jongens? Laat het even weten. Nee, ja. Hoeft niet per se. Ik ben geen racist. Because that is wrong. Ho, oké. Okay. Ja, ik speel als een gastje vandaag, dus ik heb geen idee of ik dit overleef. Ja, of nee. Ja, hij speelt met een wapen. Dat ding is echt kut, joh. Oh, we worden aangevallen in onze flanken. Dat is niet goed. Ga voor de double kill. Ga voor de double kill. Double, double, double. Double. Double, double, double voor Donut Movies vandaag. En ja, ik heet op Origin, want dat is dit ding waar ik mee speel. Heet ik Donut Movies, dus jullie kunnen me toevoegen. Auw, verdomme. Ik heb wel een assist gekregen, dat is nice. Ja, oké. Okay. Ja, de reden dat ik niet met dat rare ding speel erop, is omdat ik deze site echt fijner vind. Dit is een soort van AGR-achtig ding. Kunnen we grappig. Oh mijn god, er is een sniper. Mooi niet, dikke emu. Oh, ik heb hem ook nog gekild ook nog. Yay. Even kijken, hoeveel sta ik? 8 op 5. Ik sta 8 op 5. Ik sta positief op crisis 3. Oh my god, dude. Oh my god. I am too good. Too good at crisis. Hey, dude. Hey, Beckhams. Oh, wat is dat nou? Oh, dat was een faal voor mij. Kijk dan. Ja, dat was ook meer geluk dan wijsheid, echt waar. Wel. Oeh. Nou, daar heb ik niks aan. Daar heb ik niks aan, dood. Oh, hi. Dood. Hoezo hebben enemies de crash site dan? Holy shit. Oh, wat ik nou heb geknald. Ik weet het niet. Oh god. Wat was dat nou dan? Waar kwamen ze weg dan? Oh, in mijn rug. Wat was dat nou dan? Ja, dat was ook al een pro halen. Of een pro was dat, man. Die had ook al zo'n ding erop. En gauw gescopen op een light machine gun, man. Dat kan toch niet zomaar. We captured the crash. Ja, ja, dacht het niet. Kijk, hier dan. Wat is het nou? Is helemaal niet gecaptured. Het is overgenomen. Spel weet niet wat het, wat is. Oh, hi, Bigums. Gaan we de dubbel? Nee, oh, van links. Kutzooi. Oh nee, oké, in mijn rug dan wel. Oké, dat is echt chill wapen. Wanneer krijg ik die unlocked? Ik wil die unlocken. Hoe kan dat? Maar ik heb ook wel gemerkt dat ik best wel goede graphics heb voor Crysis 3. Dus ik denk dat ik wel de nieuwe Call of Duty op PC ga kopen. Wat zouden jullie willen zien? De nieuwe Call of Duty bij mij op PC of voor Xbox? Ja, verdomme, die kutgun. Kijk dan. Komt hij met die LMG. Kijk maar de recoil. Dan kunt hij niet meer spelen, man. Hij kennelijk wel, maar ik absoluut niet. Maar goed, laat even achter. Moet ik die nieuwe COD voor PC of voor Xbox kopen? Het is natuurlijk nog een heel eind weg, maar... Dan kan ik het wel vragen aan jullie, of niet soms? En ik wil reload op F gaan zetten. Dat ga ik echt... Dat ga ik op F zetten. Want dat is gewoon een stuk makkelijker. Waar spawnen ze dan? Waar spawnen ze dan? Waar spawnen ze dan? We gaan verliezen, jongens. Wat is rood dan? Ja, ik weet nog steeds niet wat of rood nou ons is of hun. Auw. Ik ben nog steeds half dood, hè? Dat is ook kut.
Die is echt wat kut, hè. Oh, wordt beschoten. Is niet goed. Is niet goed, doet. Nou ja. Hier willen ze meestal ook nog wel zitten. Dan blijft dit of zo, dit rood. Auw, kutzooi. Auw. Ja, one hit kill. YOLO, polo swag. Wat is dat voor wapen? Ik vind dat ding echt kut, joh. Gewoon echt zwaar kut. Niet een beetje kut, nee, gewoon zwaar kut. Een alien pot of zo, what the fuck? Headshot, bitch! Oké. Rood is dat groene ding, of dat rode ding, zijn dus slecht, Rick. Oké, dan weet ik dat. 11 om 8, wauw, ik ben echt gewoon goed. Kijk, want dit is kills, dat is assist, en dat is gewoon dood. En daarna weet ik veel. Kijk, final kill. Huh? Was dat de final kill? Oh nee, dit zijn al mijn kills, lolcats. Droom. Weapon, score, app of zo. Pew 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 pew. Ja, oké. Zeg je dat of zo? Dat is opvallend. Oké, level 7, geweldig. Ja, return to lobby graag. Oké, customize equipment. Wapen. Oh, ik kan hem. Finish. Nee, ik zei toch dat ik die wil. Yes, ik heb die. Oh, daar ga ik zo mee spelen in deze ronde. Oh mijn god, daar ga ik zo mee spelen. Even kijken. Nice. Even kijken. Pompidompidom. Maar jongens, laat even achter in de comments. Wat zouden jullie willen? Gewoon 3 afleveringen van 2 potjes per week. Of gewoon meer afleveringen van 1 potje per week. Laat het even achter in de comments. Dit ding is zo nice. Dit wapen is echt OP chill. Waiting for players. Oh, dit is weer Team Deathmatch zeker. Nee, spares of zo. Daar heb je niet al die dingen in je beeld. Dat is wel raar. Even kijken, we spelen de 4 tegen 3, oké. 2. 1. Oh, het komt wel allemaal in beeld, oké. Wow, what the fuck? What the fuck? Huh? Dit is een soort domination. Oeh, I like this. Kijk, dit ding heeft amper recoil. Dit ding is zo nice. Maar ik vind het niet zo leuk dat het op deze map is. Want ik vind deze map... What the fuck was dat nou? Kopt die met zijn sniper, die Fransman. Headshot. Wauw, skills dude. Die gaan snipen op deze map. Dat vergt gewoon echt gewoon skills. Pom 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 pom. Ik moet wel erg alert zijn natuurlijk. Waar loop ik langs? Waar loop ik in Jezus naam langs? Ik ben in een rondje. Veel, als ik hem eerder had gezien was hij zo dood geweest. Die kerel die faalde. Oh, headshot volgens mij. Kut zo. Nou ja. Capshrink, wojo. Holy shit. Kill hem nou dan. Ik heb hem. Goed zo, haha. Auw. Fuck zo, ik krijg een headshot voor mijn bakkers. Oh nee, dat is duidelijk geen headshot volgens mij. Nou ja, ik kon het niet echt goed zien, maar... Ik was wel onmiddellijk dood, dat is wel jammer natuurlijk. Even... Got hem. Auw, ja, ik kon er niet snel achter zitten. Ik heb hem wel, even kijken, ik sta nu... 2 om 4, dat is niet cool, dat is absoluut niet cool, dude. Wel, we worden een beetje gedomineerd. We lost B. Dat betekent dus dat ze hier aankomen bij C. Dus dan moet ik hier boven langs. Lijkt me logisch. Dat zou ik doen als ik het enemy team was dan dus. Maar we staan wel winning, dus what the fuck man. Nooit gesnapt bij Crysis 3. Ik ga voor de dubbel. Oh, jammer. Wel jammer. Oké, die kill was ook best wel goed.
Maar het is wel een nice gun dit, ik vind hem echt wel lijp. Goed, wel. Alles is gecaptured. Ja, dat zag je dus, dat uitroepteken, dat is het wapen zeg maar, of een tekentje dat er een explosie aankomt. Even V. Oh, wat is dat nou? V? Ik dacht C. Oh, nou ja, whatever, ik snap het ook niet meer hoor. Ik ga in ieder geval reload op V zetten. R is dan crouch, denk ik. En, ja, of V melee, ik weet het niet. En dan R crouch, ja, dat doe ik denk ik. En dan C reload ofzo. Want zo vaak reload ik nu ook weer niet. Ja, wauw, dat overleef ik ook gewoon. Dat slaat ook ergens op. En dan kreeg ik een helft terug natuurlijk. Wauw, skills. We staan nu losing, dat is niet leuk. Nou ja, je hoeft niet ieder potje te winnen, hè. Ja, I don't give a shit, dude. Kom op, capture hem nou. Waarom ga ik half dood? Oh nee, kutzooi! Kijk dan. Gewoon. 1 seconde gewoon ook. What the fuck is dit voor? 1 seconde ook, hè? Nou, dan ben je dan. Gaan we bij me capturen. Zie je vast ergens nog zo'n emu? Kom op. Ja. Nice. Goed, we staan nu dik losing, maar oké. Nu gaan we dan hier maar. Oh, reload. Oh, kut, sorry. Assist. Jee, holy shit, man. Dan gaan we armor capturen, denk ik. Ik weet niet. Zo, ga ik even achter de dingen zitten. Ja, ik zie je wel, zolang jij maar wegblijft. Jezus! Ik zag ook de emu! Kijk, en een... Maar we hebben hem wel, volgens mij, of niet? Jawel. Zo, we moeten gewoon echt even gaan capturen en dan... Een feline X3, nee. Ik hou van dit wapen. Nog even. Kom op. Ja. Halleluja. We gaan sowieso verliezen, denk ik. Oh, die nog 5 minuten, oké. Hey, hallo, met je predator boog. Ik zie jou wel. Maar goed, laat eens even achter de comments. Wat zou ik... Wauw. Heb ik een boog opgepakt. Nee, maar laat eens even achter in de comments. Wat willen jullie het liefst zien? Gewoon wat langere potjes en dan ongeveer 3 tot 2 per week. Of gewoon 1 gameplay en dan gewoon dat. En dan gewoon wat meer episodes ervan of zo. Nou, bijvoorbeeld dan 4 of zo van. Weet je waarom? Dus ja, laat even achter in de comments. Ik vind het in principe allebei wel prima. Dus wat dat betreft, oké, die hebben we al. Oké. Okay. Wow, this is chilling. Double kill. De double kill. Shulma. Oh, oké. Holy shit. Op de boom landen. Please. Ja. Oh, hitmarker, krijg dan. Ja, dat is de nadeel bij die bogen, hè. Was dat wel leuk, denk ik. Geen recoil bij dat ding, oké. Okay. Nou, 2 kills met de boog kun je in principe niks tegen zeggen. We hebben het wel een beetje recht getrokken, het verliezen. Maar het is nog steeds niet wat het moet zijn. Kijk, ik loop hier langs en dan gaan we naar B of zo. Hey, wat de fuck, hier is iets. En ik wil god non, dus u weet wat. Sprinten. Even sprinten, hè.
Wat? Oh, we hebben verloren. Ja, 100. Ja, defeated. Oké, nou, most valuable player. Wauw, die is 9. Oké, leuk. Even kijken. Ik sta bijna MVP van mijn team. 6 op 9. Nou ja, het is... niet... ja, het is best wel slecht in principe, maar... ik sta nog tweede. Ik sta al bijna MVP van mijn eigen team. Dus ja, dat is wel grappig dan, denk ik. Ik ben level 8. Dus dat is wel cool. Oké, dit was zo'n nice stukje. Bam! En dan... bam! Oh, dat vond ik zo nice. Ik vind die boog best chill, dus ik ga nog wel even een klaar maken. Ik doe die LMG, denk ik, weg. Kom op, bijna level 8. Kom op. Geef me level 8, please. Yes! Yes! Yes, continue. Continue. Accept. Nee, ik wil lief 6. Lief. Maar goed jongens, weet je wat? Bedankt voor het kijken allemaal. Laat even achter wat jij het liefst wilt zien. Wat meer episodes per week en dan gewoon één gameplay. Of een paar episodes per week met twee gameplays. Dus ja, laat even een like achter als je hier meer wilt van zien. Hoe meer likes, hoe sneller de volgende episode online komt. Abonneer als je het niet hebt gedaan. Volg mij op Twitter, @shadowgames23. Raam even op het groene duimpje en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bij meer Crysis 3 Multiplayer. Dus ja, later mensen.